Na een sportieve en voor sommigen korte nacht was het dan eindelijk zover. De 601e editie van de Koeienmarkt. Een feestelijke dag vol kraampjes, hapjes, drankjes in het centrum van Woerden. De editie 2010 is rustiger geweest dan voorgaande jaren. Maar dat mocht de pret niet drukken. Zeker de keuring van de koeien trok veel bekijks. En we willen natuurlijk in ieder geval een hard applaus hebben op het moment dat ze eerst is geworden. Maar wij vinden vandaag dat Diana als eerste wordt. Alle kinderen van harte gefeliciteerd. En ik hoop jullie echt volgend jaar toch weer hier te zien. Dit jaar wonnen bij de jeugd de dames, samen met de kleine kalfjes. En bij de koeien de stoere boeren. Koeien werden gekeurd in verschillende categorieën en op verschillende kenmerken. Meegelopen in de top van de rubriek en twee keer zelfs echt op de eerste plaats. Een hele fraaie koe, ook net reserve kampioen geworden. En daar een koe achter die daar heel mooi bij past. Met dezelfde ribbenpartij, met dezelfde vorm in het uier, met dezelfde fijnheid in het bot. Naar de derde koe, daar valt er misschien een iets groter vaartje, maar eigenlijk vinden wij niet zo soort. Een hele mooie jeugdige vaas. Die wel een beetje uit hetzelfde hout gesneden is en die volgend jaar waarschijnlijk naar die andere koeien toegegroeid zal zijn. En die natuurlijk een fantastisch uier heeft. Dus individueel goede dieren die ook nog een keer mooi bij elkaar passen. Je mag de groep wel opstellen. Hoe kijkt u als wethouder naar een evenement als vandaag? Ja, zo'n evenement als vandaag laat zien dat Woerden leeft en bruist en dat hier ontzettend veel te doen is. Ik vind het een heerlijk volksfestijn en ben hier graag bij. Fantastisch. Vond je van de Woerdense koeienmarkt vandaag? Ja, geweldig. Ik denk dat het een van de weinige plekken is in Nederland waar dit nog kan. Ik heb het eigenlijk nog nooit ergens gezien. Ik ben hier al een aantal jaren keurmeester, dus ik heb het al een paar jaar meegemaakt. Het is zo fantastisch om het publiek mee te laten genieten van wat wij als boeren eigenlijk aan het doen zijn. Hoe belangrijk is de koeienmarkt voor Woerden? De koeienmarkt is van oudsher belangrijk voor Woerden. Niet meer voor de handel, maar als show, als publiekstrekker. Je ziet het aan hoeveel mensen er hier omheen staan. Het brengt voor ons tot uitdrukking hoe de verbinding is en blijft tussen stad en platteland. Ja, hartstikke belangrijk. Zoals het nu ook lijkt, hebben we ook iets neergezet wat ook de bedoeling is dat we de komende jaren ook gewoon blijven doen. Wij zien ook geen reden om het niet meer te gaan doen. Op naar editie 602 dus van de Woerdense Koeienmarkt. In Woerden blijft het vandaag nog lekker druk. Rond 5 uur eindigen de marktactiviteiten. Maar tot laat in de avond zorgde de horeca voor een voortzetting van de 601e editie van de Koeienmarkt in Woerden.